studie die komt één keer in de week meestal. Of één keer in de 14 dagen. En dan een uur spreken we met elkaar. En dan gewoon over wat ik die week gedaan heb en wat me bezighoudt. Dan praten we wel vaak een poosje met elkaar. Ali is vaak aan het werk achter de computer of andere dingetjes aan het doen. En dan ga ik hier naast haar zitten. En dan komen de verhalen meestal wel over hoe het gaat. En wat ze ervan vindt hier. En de goede dingen en de iets minder goede dingen. Nou, luister ik dan naar. En dan praten we over van alles. En ik heb altijd een goed gevoel als Trudy geweest is. Ze begrijpt me. Ze is een van de weinigen die echt van binnen me begrijpt. En zij begrijpt me gewoon heel goed. En dan heb je gewoon geestelijk een band. En dat heb ik juist nodig. Alles wat bij mij terechtkomt, dat blijft bij mij. Als mensen dat weten, dan beginnen ze ook sneller te praten. Ze neemt je zoals je bent. Dat vind ik juist zo fijn aan Trudy. Ali is heel open naar mij toe. Ze heeft, ik vind, een heel leuk gevoel voor humor ook. Ook zelfspot. En dat maakt het leven voor haar ook wat draaglijker. He, ik ben er niet voor om dingen weg te relativeren. Maar ik vind, met humor dan haal je soms net even de zwaarte ervan af. Nou, dat kunnen Ali en ik goed samen. En dat vind ik heel erg fijn. Ik heb er veel aan. Ik heb er steun aan. En door dat goede gevoel kan ik ook hier weer beter uit de voeten. Ik zit dan in een rolstoel, dus echt uit de voeten kan ik niet. Maar het geeft gewoon een heel goed gevoel als ze geweest is. Ja, het geeft mij ook een goed gevoel als ik hier weer wegga en we lachen allebei. Nou, dan is het prima geweest. Ja.